En hoe het precies allemaal zit, we gaan het haar vragen. Als het goed is, zit ze in deze kapsalon en dan zal zij ons uitleg geven. Oh, duwen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn op zoek naar Irene Moors. Is ze misschien bezig? Ja, nou dat klopt. Ze is hier een paar deuren verder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn op zoek naar Irene Moors. Oh, die is boven. Die is boven. Ja. Mogen we even heen? Ja, tuurlijk. Dank u wel. Goedemorgen. Vriendje. Ik heb een heel leuk verhaal. Het is een kuffertje weer zo met mevrouw Moors. Wat afschuwelijk. Ze pakt toch gelijk dat blad uit, man. Ze neemt gelijk het programma over. Nou? Maar ik heb nieuws voor je. Dit is mijn programma, ja? Ik lijk het er niet op. Wat een bril ook. Drie dubbele onderkeren. Even lang voor leugensdokter. Kom je daarvoor echt? Daar kom ik echt voor. Kom je niet voor de gezellig? Ik kom ook voor de gezellig, maar we moesten even kijken en zoeken waar je was. Want we hadden gehoord dat je aan het winkelen was. Wat erg, die foto ook. Leugens. Nee, nou, waar gaat het over? Nou, het gaat er eigenlijk over dat het hele verhaal is, zeg maar, staat in de party. Dat je je druk maakt om je dochter Rosalie, omdat je vroeger zelf wel eens gejokt en gelogen hebt tegen je moeder. En de pil gingen, dat je seks, vriendjes, alles. En dan maak je volgens de party nu al druk om dat jou ook gaat overkomen. Dat mijn dochter tegen mij ooit gaat liegen. Nou ja, ik bedoel, mijn dochter gaat ook stiekem dingen doen. Die gaat ook maar daar maak ik me verder geen zorgen. Waar ik me wel zorgen over maak, is om deze foto. Wat staat, even deze kijken, stiekem foto. Aan de pil. Ga je gang. Deze, want dit irriteert mij. Nou ik het weer zie, ik word hysterisch. Luister, deze foto, kan je het zien, anders hou ik hem anders. Goed zo, ja. Deze foto is 4, misschien wel 5 jaar geleden gemaakt. Toen Carlo mij de glazen nam in de toffiefeet. Toen ben ik aangehouden door de politie en die deed toen alsof ik te veel gedronken had. Kun je dat erin? Ja, dat weet ik nog. Toen sprong Joop van Tellingen ook uit een auto en die heeft deze foto toen gemaakt. Joop van Tellingen werkt voor de party. Right. Nou, elke keer als ik in de party sta, en dat is gelukkig niet zo vaak, maar elke keer als ik erin sta, gebruiken ze deze foto. Dus elke keer als ik Joop van Tellingen zie bij een galertje of weet ik van wat, heb ik het idee, waarom maakt hij maar foto's? Want ze gebruiken toch steeds deze. Vreemd. Dat zou ik willen weten. Joop, als je kijkt, ik geloof dat ik echt niet meer bij je op de foto. Want als deze hysterische, stomme foto, als ik hem nog één keer zie, dan loop ik gewoon door. Want je bent populairste televisievrouw van het jaar. Vind je me hysterisch? Als ik jou zie, word ik altijd hysterisch. Ik heb het een beetje heen. Hé, maar luister eens, we houden het er even bij, dat artikel. Dat is een stomme blad. Sorry hoor, spijt me. Oké. Okay. Ik ben aan het shoppen, ik vind het wel gezellig. Ja, heel goed. Ja. Hey, lieverd, vertel nou eens eventjes. Populairste televisievrouw van Nederland, wat is... Sta je niet heel erg voor de spiegel? Nee hoor, dat ziet niemand. Nou. Luister, geen doorgestoken kaart. Dat gaan de roddels nu weer, dat het doorgestoken kaart. Dat jij en Carlo het samen moesten winnen. Hoe moet ik dat doen dan? Ja, weet ik veel. Dat vraag ik aan jou. Heb je dat gehoord? Is dat je vreemd? Nee, ik heb gelezen in de revue dat eigenlijk als het landelijk een week lang door Maries de Hond het land in zou worden gebeld, dat dan Wendy van Dijk het werd en... Commissaris Peter R. de Vries, ja. Nou ja, kan. Maar kan mij dat schelen? Dit is op deze manier gegaan bij de televisier. Is door televisierlezers zo bepaald. En ik ben gewoon blij met mijn stelletje. Ja, die staat bij mij op de schouders. Dikke neus. Weet je dat je eigenlijk toch ook wel heel geestig bent? Ja. Ik vind je geestig. Ik heb een sterretje. Overigens heb ik je verteld... Ik kijk tegen je op, hoor. Mag ik even iets zeggen? Ja. Mijn glamour moment was van zo korte duur die avond. Ik sta daar met mijn sterretje. Daar, bij die... Ik doe mijn jas aan. Ik zet het sterretje neer. Ik loop naar buiten. Ik denk, shit, mijn sterretje. Terug, die stond nog bij de garderobe. Wat erg, hè? En toen kwam ik thuis. Zie ik ook. En ik doe de deur dicht en ik hoor het kind huilen meteen. Mee, ik naar boven, kind fles. Hup, over mijn galaatje. Nou, ja, dat is toch weer terug in de realiteit gewoon. Nou, vervolgens galaatje uit, gedoe. En ik hoor weer mee. Ik kijk weer, ruik, stront. En ik denk, ik geloof dat ik 2 uur in een glamour moment heb gezeten. Toen was het weer voorbij en dan stond ik nog. Nou ja, mijn sterretje is enig, maar het is zo betrekkelijk. Het is zo betrekkelijk. Ja, ik vind het enig hoor, maar uit de dos. Maar het is bij mij van korte duur. Duurt heel kort. Maar ik heb wel een leuke baan. Want ik vind dat deze man die kleed jou waarschijnlijk altijd. Ja, die doet mijn kleding. Ja. Dit vind ik trouwens erg mooi. Ja, ik ook. Zal ik hem er even aan? Je mag van mij wel iets. Ja, maar schat, het is winter. Veller. Het is winter. Wat zijn de modekleuren, Kazim? Zwart, bruin. Ja, het is zo gedistangeerd. Je kan toch wel, het is toch een vrolijk programma. Je kan ook, ik vind het wel erg leuk. Zie je dan knalpaars blouse onderdoen? Ja, maar die bestaan niet deze winters.
Tuurlijk, had ik meteen gedaan, maar die zijn er niet. Want je bent na je bevalling wel enorm slank geworden, moet ik zeggen. Nou, ik ben er nog niet hoor, want ik heb nog... Nee, maar ik zag dat je buik, dat ziet er wel goed uit. Ja, ik heb uitgeklapte baarheupen nog. Die moeten nog even teruggeduwd. Maar dat duurt wel even, want het gaat een jaar overheen. Baarheupen? Uitgeklapte baarheupen. En ja, voor de, ja, dus mijn eigen maat pas ik nog niet hoor. Dat nog niet. Ik vind dat je er goed uitziet. Jij ook. Ik vind het heel leuk dat we even langs mochten komen. Ja, ik heb er alles aan gedaan. Dat weet ik toch. Het is een beetje tiesten, het is een beetje toepen. Je trekt wat uit de kast en hier heb je wat en daar laat je wat. Ja, zo is het toch. Iwi, wij weg. Dus dit was de waarheid, iedereen. Ja, ik... Nou, enig. Ja, leuk. Ik ga de hele dag zingen. Dank je wel.